Goedemiddag allemaal. Als voorzitter van zangvereniging Vivace geeft het me een groot plezier dat er zoveel mensen naar de kerk zijn gekomen om naar dit concert te komen luisteren. Samen met onze dirigent Frans Koerwinkel en Wouter Broens, die voor de muzikale begeleiding zorgt, en natuurlijk het Donatuskoor uit Haalderen, gaan we er een geweldige muzikale middag van maken. En in het bijzonder heet ik graag welkom pastoor Rudo Franke en wethouder Alex ten Westenent. En natuurlijk ook al onze vrienden van zangvereniging Vivace. En geweldig dat jullie allemaal zo trouw onze concerten komen bezoeken. Onze muziekcommissie heeft samen met Frans een afwisselend programma samengesteld. En we hopen dan ook dat jullie hiervan gaan genieten. De middag is onderverdeeld in 4 blokken. Eerst verzorgt het Donatuskoor 5 liederen. Daarna verzorgt Wouter een muzikaal intermezzo. En dan gaat het programma verder met 5 liederen van ons eigen koor. En sluiten we de middag af samen met 5 liederen. En die worden met beide koren samen gezongen. En ik hoop dat u er allemaal aan gedacht heeft om de telefoon op zacht te zetten. Isidor Willems die verzorgt de presentatie. En ik geef daarom graag het woord hier straks aan hem. Maar eerst gaan we samen zingen. Wij komen tezamen. Goedemiddag en welkom. En inderdaad, van hieraf is heel mooi te zien dat de kerk goed vol zit.
een mooi groot aantal mensen hier samen zijn gekomen. En u zong zojuist ook heel mooi mee met het openingslied Wij komen tezamen. Een lied dat mooi tot uitdrukking brengt dat u als publiek naast zangvereniging Vivace, het gastkoor Donatus uit Haalderen, Bemmel, pianist Wouter Broens en dirigent Frans Koerwinkel een belangrijke schakel bent binnen een sfeervol programma. En dat programma begint vanmiddag met een bijdrage van het Donatuskoor. In het eerst gekozen lied wordt letterlijk gezongen Sing the Music of Christmas. Een aantal bekende kerstmelodieën zullen u in dit lied niet ontgaan. In de volgende nummers staat de geboorte van Jezus centraal. Een kind dat hoop en licht bracht in donkere tijden. Kwetsbaar in een kribbe, omringd door zijn ouders, een os en een ezel. Engelen zingen in het afsluitende nummer Christmas has come, dat kerst gekomen is. Kom mee naar Bethlehem om de geboorte van het bijzondere kind met eigen ogen te aanschouwen. Geniet van de bijdrage van het Donatuskoor. Thank you.
De al eerder genoemde Wouter Broens is al een groot aantal jaren de vaste begeleider van beide koren die u vanmiddag op het podium ziet. En u kunt zo dadelijk luisteren naar een solo-optreden van hem. De gekozen muziek voor vandaag is een karakterstuk van Tchaikovsky. Deze componist schreef in 1875 in opdracht van een Russisch muziektijdschrift maandelijks een compositie passend bij de betreffende maand. En zo ontstonden 12 composities die later bekend werden onder de naam De Seizoenen. Minder bekend is dat de muziek werd gekoppeld aan poëzie. En in de maand december was dat het 5-regelige gedicht Noël van Zhukovsky. In dit gedicht doen een aantal kinderen een wens tijdens kerst. Laat u meenemen door de muziek en neem voor uzelf een mooie wens in gedachten. Thank you.
Inmiddels heeft Vivace plaatsgenomen op het podium. En zij zullen onder andere een tweetal nummers zingen van de componist John Rutter. In het openingslied staat naast Jezus ook zijn moeder Maria in het licht. Het nummer All Bells in Paradise van deze componist laat duidelijk horen dat zij een bijzonder kind op de wereld heeft gezet. In A Christmas Laudamus lopen Latijns en Engelse teksten door elkaar heen. Dit gebeurt afwisselend door mannen- en vrouwenstemmen. De overige nummers binnen het programma van Vivace zorgen eveneens voor afwisseling. Zij voegen energie en ritmische vrolijkheid toe aan deze middag. In het slotnummer is dit goed te horen. In dit lied zijn bekende kerstnummers slim en humoristisch aan elkaar geregen. Op een aantal vaste, de meest bekende melodieën van Mozart. Geniet van de bijdrage van Vivace. Thank you.
Thank you.
dat zowel het Donatuskoor en Vivace onder leiding van Frans Koerwinkel repeteren. En dat dit mooie samenwerking tussen beide koren met zich meebrengt, laat zich ook horen in een gezamenlijke klank. Beide koren sluiten het kerstconcert af met een vijftal nummers. In het openingslied wordt het bijzondere verhaal van het kerstkind gekoppeld aan een al even oude Sanctus-tekst. Laat u daarna verrassen door een tweetal nummers waarbij de vrouwen en mannen afzonderlijk een lied laten horen. De rol van Maria wordt voor het afsluitende nummer van deze middag nog eens benadrukt door het Ave Maria van Caccini. Maria, moeder van een bijzonder kind, een kind dat verbinding wilde brengen. En met alle onrust die al lange tijd om ons heen te vinden is, ver weg of dichtbij, zou het een mooie verbinding zijn om die nu te zoeken. Om zo wat meer joy to the world te brengen. Een mooie gedachte om mee te nemen terwijl u gaat luisteren naar dit laatste deel van het kerstconcert vanmiddag.